Goedemorgen allemaal, welkom bij Vlogmas dag 5. Goed, goedemorgen, ik ben aangekleed. Ik heb een groen topje aan, coltrui, maillot, deze spijkerbroek en deze schoenen. En mijn tas ingepakt. Ik ga even naar beneden. Even gaan we het eten en drinken. En dan gaan we de deur uit over 20 minuten. Naar mijn oude basisschool, want daar ga ik vandaag Zwarte Piet. Als Zwarte Piet verkleed zijn. Goed, het is pikken donker. Ik doe het hek op slot. En we gaan. Het valt wel koud nog mee. Dus ik hoop echt dat het zo blijft. Maar ja, we gaan het zien. Ik ga er nu heen. Goed, ik had nog even zeer mijn twijfels, want de lichten waren daar dus net uit, maar ze zijn aan. Dus dat betekent dat er niet voor iemand aanwezig is. Dus we gaan naar binnen. Het is een half, dik meer dan een half jaar geleden, dik 11 maanden, dat ik hier voor het laatst ben geweest. Ja, spannend. Ik ben heel benieuwd. Dat meen je niet. Het hek is gewoon nog dicht. Nee joh. Oh, dan ga ik Alan daar gewoon even bellen. Oh, nou. Goedemorgen Alan met Kim. Hoi. Hi. Ik hoor dat jij nog onderweg bent, zo te horen. Ja, ja, ik sta over school. Ik heb er zin in. Ja. Ja, alleen het hek zit nog dicht. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Nee, is goed joh. Oké. Okay. Is goed joh. Oké, okay, tot zo, doeg. Nou, wacht, ik sta er voor een dichte deur. Helaas. Weet je ook wat het is? Kijk, we moesten hier om 6:15, rond 6:15 zijn. En ik stond hier al 6:15 voor de deur. Omdat mijn pa, die denkt van, joh, weet je, ik moet hier toch langs. Ik gooi wel gelijk af. Ja, ik gehoopt had dat de deur open zou zijn. Maar zelfs het hek is nog niet open. Kijk, nagaan hoe vroeg ik ben. Maar ja, we gaan zo meteen in ieder geval gelijk alles even klaarleggen. Mijn zus is wel blij dat ik eerder ben. Ik ben altijd te vroeg. Ik ben altijd veel te vroeg. Echt niet normaal. Maar goed. We zijn er in ieder geval wel. Dat is een pluspunt en over 5 minuten ongeveer staat ze hier voor de deur. Dus dat is mooi. Ik ben heel benieuwd eigenlijk. Weet je wat het is? Ik heb nog nooit voor zulke soort kids Piet mogen zijn. Toen ik wel voor een kinderdagverblijf. Maar ja, die kids die hebben toch nog niet die feeling van, oh ja, zo zit dat. Dus vandaar. Maar ja, we zijn er. Thank you.
my god. We zijn klaar, allemaal. We gaan zo naar buiten. Dan gaat alles beginnen. En dan gaan we de klas in. Oh, dit is zo leuk. Oh, dit ziet er echt leuk uit. Ik heb hem helemaal... Ik heb hem een beetje geplooid. Vind ik zo mooi, hè? Goed, ik ben weer thuis. En oh jongens, die smink is niet weg te krijgen. Het zit gewoon nog op mijn mond. En mijn haarstrook. Oh, wat erg. Hier zit het nog helemaal. Kijk dan. Ik ga douchen en ik ga het er lekker afhalen. Ik ga lekker die kooltrui doen. Want ook hier zit nog allemaal smink. Oh, maar het was zo leuk. Het was zo gezellig, zo leuk om te doen. Maar wel vermoeiend. Het was een hele leuke ervaring. Ik heb natuurlijk nog nooit echt als Piet verkleed gespeeld op mijn basisschool. Maar het was echt heel erg leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Dus ik ga nu even douchen. Ik ga deze kleding uitdoen. En waarschijnlijk in comfykleding rondlopen. Ik zat te denken om vanmiddag nog huiswerk te doen. Maar ik ben echt kapot van die middag. Echt zo erg. Of ochtend. Oh, ik ga me in ieder geval even douchen, want het jeukt nog steeds als het echt niet normaal gewoon. Oh, ik ga douchen. Goed nieuws. Ben ik klaar met douchen. Alleen, zoals je kan zien, wil die lipstick er niet af. We hebben op school van die long-lasting lipstick dingen gebruikt van Rimmel. Die 24-hour lipstick. En die krijg je er gewoon echt niet meer vanaf. Goed, ik ben weer wakker. Ik ben gewoon in slaap gevallen. Ik heb dik 2 uur geslapen vanmiddag. Dit is dat mijn moeder me net wakker maakte. Anders had ik gewoon nog lekker gelegen. Maar ik ben wakker. En ik ga het adventkalender cadeautje verstoppen. Mijn vader is er weer bijna thuis. Let's go. Ja, dag 5. Hij wordt wereldberoemd. Nummer 5. Nou, gaan we even kijken. Zit er nou niet gewoon 100 euro in de zin? Gewoon met de kant. Ik weet het niet. Misschien dat het een spannend uit. Nou, het was niet veel poen. Ik ben aan het stinken. In je? Koe! Ik ben aan het stinken in je schoen. Ik begin het nou wel leuk te vinden. Ja. Na de vijfde dag vind ik het nou wel leuk. Litteltje. Oh, geurverfrissertje. Oh. Ja, nog lekker ook. Kerst. Dankjewel. Goed, en het is tijd om afscheid te nemen van dag 5 van Vlogmas. Ik ben klaar om de video te gaan editen. De laptop staat al klaar. Dus ik zie jullie eigenlijk morgen alweer. Ik heb vandaag een hele leuke, hele energieke dag gehad. Zo energiek dat ik vanmiddag eventjes ging liggen. En ik ben er 5 minuten compleet weg was voor 2 uur lang. Dat is een beetje een nadeel, maar... Ik heb wel even geslapen, maar ik voel me nu gewoon echt heel energieloos. Dat ik denk van, oh, moet dit? Maar in ieder geval, ik ga zo lekker avond eten. We gaan lekker prakje eten. Als het goed is, gingen we boontjes eten met een aardappeltje en een kipsnietjesnietjesnietjesnietjesnietje. En vanmiddag heb ik even een Turks broodje gegeten. Want ja, ik had om 2:30 nog niks. En onderweg naar huis kwam ik er toch langs. Dus ik dacht, joh... Eet dat wel. En ja. Dat was alweer de vlog. Bedankt voor het kijken allemaal. Doe natuurlijk wel even dat blauwe duimpje omhoog. Ik vergeet het bijna te zeggen. En heel erg voor 5 december. Een fijn 5 december. Dat is voor jullie eigenlijk gisteren. Maar ja. Ik heb het natuurlijk ook al gehad. Maar het is wel heel erg leuk. Dus Sinterklaas gaat erbij naar huis. En dan kan de kerst eigenlijk echt gaan beginnen. Dan gaan we de kerstboom ook decoreren. We gaan het dan maar zien. Bedankt voor het kijken. Doe het blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe Vlogmas. Doeg!